Lothaars als koorknapen in de mis. In de Sint-Pieterskerk van Jette wordt vanmorgen een mis opgedragen, speciaal voor motorrijders. Laten we bidden voor degenen die herstellen van zwaar ongeval. De motorrijders komen vooral voor de zegening achteraf. De pastoor gaat rond met wijwater en zegent de machines en de rijders. Ja. Het is een jaarlijkse traditie die gestart werd door de pastoor van Jette. Die is zelf een fervent motorrijder. Ik denk dat het vooral helpt om het een verbondenheid over te maken. Een verbondenheid dat wij niet alleen mannen zijn die daar gewoon denken van we hebben een machine, we kunnen rijden. Het helpt ons gewoon met ons beide voeten op de grond te laten staan. De motorrijders zijn bijna allemaal lid van de Blue Knights, een motorclub die bijna uitsluitend uit politieagenten bestaat. Ze komen naar hier voor wat extra bescherming. Ik zeg niet dat het een verzekering is, maar het doet altijd goed om een keer je motto te laten wijden. We zien terug wat kameraden, vrienden van in de club en van de andere chapters. Ik geloof er wel in, persoonlijk. Het is altijd goed van een engeltje meer op je schouder mee te hebben. Dat kan geen kwaad.